It's all I wanna do. Yo, Chesso, welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal, Chesso. En vandaag wil ik u eventjes een fijne kerstwens. Want op dit moment dat jullie deze video kijken, is het zaterdag. En het is eerste kerstdag vandaag natuurlijk. Dus ik wil jullie die deze video op dit moment kijken en jullie familie natuurlijk een hele fijne kerst toewensen. Laat je lekker verwennen. Geniet van deze feestdagen. Ik hoop dat jij je cadeautje hebt gekregen wat jij wilde hebben natuurlijk. Ik ben geslaagd, ik heb een nieuwe ASCO, alleen mijn SCUF-controller is op dit moment teruggestuurd naar SCUF. Omdat hij jammer genoeg, er zat een productiefout in. Dus dat kan gebeuren. Vandaar dat hij teruggestuurd is naar SCUF en krijgt binnenkort een nieuwe. Maar even buiten dat gewoon. Jullie hebben mij dit jaar heel erg geholpen. Qua subs. Qua alles gewoon. Dus ik wil jullie daar eventjes heel erg voor bedanken. En laat nu even je blauw duimpje omhoog natuurlijk voor deze video. Het is niet een al te lange video, want ik wil jullie gewoon eventjes bedanken voor dit jaar. En daarom wens ik jullie een hele fijne kerst. Ook een gelukkig nieuwjaar vast. Kijk wel uit met vuurwerk, want het kan fout gaan. En dan kan je daar niet meer lekker jouw controletje zo beter houden zoals je gewend bent natuurlijk. En anders zit je daar met een hand die je niet meer hebt. Kan je niet meer gamen. Voor de gamers dan op dit moment en voor de PC-gamers is het natuurlijk ook hetzelfde. Dus kijk gewoon uit met vuurwerk. Zelf ga ik dit jaar niet heel veel doen met vuurwerk, denk ik. Gewoon omdat ik het zonde vind van mijn geld. Omdat bijvoorbeeld van, als ik 500 euro aan vuurwerk uitgeef, kan ik net zo goed een mooie softbox kopen en een nieuw green screen of een controller, et cetera. Vandaar dat ik dit jaar niet zo heel veel aan oud en nieuw ga besteden. Dus jongens, super bedankt voor het kijken in deze video. Laat je blauw duimpje omhoog achter. Gelukkig nieuwjaar vast. En dan zie ik jullie sowieso nog wel in het nieuwe jaar. En als je niet meer naar mijn kanaal kijkt, misschien tot in 2016, jongens. Doei!